Het pand in de Van Ostadestraat in Amsterdam, dat vorige week door de ME werd ontruimd, is gisteravond opnieuw gekraakt. Volgens de krakers is het pand van de geliquideerde advocaat Evert Hingst en werd het gebruikt om zwart geld wit te wassen. Het pand in de Van Ostadestraat nummer 137 is de woning waaruit RTV Noord-Holland vorige week reportages maakte. Onze verslaggever was bij de ontruiming aanwezig en werd samen met drie krakers opgepakt. Amper een week later is het pand door dezelfde krakers weer ingenomen. Het stond nog steeds leeg. De bouwvakkers hadden voor de vorm hadden ze stijgen neergezet, maar verder gebeurde er helemaal niks hier. Volgens de krakers is het pand van de advocaat Evert Hingst, die afgelopen november werd geliquideerd. Na de ontruiming vorige week zou het pand zijn teruggegeven aan diens compagnon. De directeur van hun bedrijf is veroordeeld voor witwassen. Nou, dit pand is dan typisch zo'n pand in de volkswijken waar de vastgoedcriminelen heel makkelijk geld in kunnen investeren zonder dat het opvalt. Want, ja, het is geen groot kasteel, het is gewoon een klein pandje. Dit is gewoon vastgoedcriminaliteit en dat willen we aan de kaak stellen. Dan kraken we het pand en zullen we blijven herkraken totdat het uit handen is van de maffia. De politie was gisteren aanwezig om polshoogte te nemen. We kondigden ook aan voorlopig het pand niet te ontruimen.